Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Zoals verwacht komen er opnieuw strengere maatregelen met meer mondmaskers en verplicht thuiswerken, maar ook met een derde prik voor iedereen. Pieter-Jan de Smet volgde het overlegcomité. Bij hem reageren ook minister Hilde Krevits en minister-president Jan Bon. En in de studio praat ik met viroloog Johan Neitz over de voordelen van de boosterprik en een vaccin 2.0. Het is woensdag 17 november. Hartelijk welkom. Het overlegcomité heeft deze avond vervroegd de COVID-situatie in ons land besproken. En ik zou willen starten met twee vaststellingen. De eerste vaststelling is dat de alarmsignalen op rood staan. We zien dat we bijzonder veel besmettingen hebben in ons land. We zien ook dat het aantal bedden die bezet is in intensieve zorgen verdubbeld is op een week tijd. En dat we de rode lijn die we steeds gehad hebben in onze intensieve zorgen van 500 bedden bezet door COVID, dat die rode lijn overschreden is. Dat is absoluut een zorgwekkende evolutie. We hadden allemaal gehoopt om een winter te hebben zonder corona. Maar ons land is geen eiland. En als we kijken naar de coronakaart van Europa, dan zien we dat die coronakaart zeer snel rood aan het kleuren is. En dat is ook het geval in ons land. Op café en restaurant zal u opnieuw een mondmasker moeten dragen als u rondloopt. En dat geldt ook voor wie uitgaat in een dancing, tenzij u bij het binnenkomen een sneltest aflegt. Ook voor kinderen vanaf 10 jaar geldt nu een mondmaskerplicht, in elk geval al buiten de school. Ook thuiswerken moet opnieuw. Eerst 4 dagen per week verplicht. Vanaf half december wordt dat 3 dagen. En tegen het voorjaar moet iedereen de kans krijgen of hebben gekregen om een derde vaccin te gaan halen, de zogenaamde booster. Dat is allemaal beslist op het overlegcomité. Zo gauw het lukt, gaan we naar Pieter-Jan de Smet. Maar eerst, goeie avond, professor Johan Neitz, viroloog aan het REGA-instituut aan de KU Leuven. Eerst en vooral, met de maatregelen die nu genomen zijn, zullen we eruit komen, min of meer? Wel, we zijn natuurlijk, we zitten op die piek, die vierde golf, die is aan het stijgen, die piek. En we moeten natuurlijk zorgen dat we die piek zo snel mogelijk afbuigen. Want hoe hoger je stijgt, hoe moeilijker het is om weer te dalen. Dus het is nu echt wel het moment om de maatregelen te nemen om te zorgen dat het virus niet meer van mens op mens of niet meer zo efficiënt van mensen op mensen kan overgaan. Dus die maatregelen, denk ik, zullen een groot verschil maken en zullen hopelijk dan de curve snel doen afbuigen. En dan moet je natuurlijk nog naar beneden terug, naar een dal. Ja, toch wel, want tegelijkertijd, als we het advies zagen van de expertengroep, die wilde eigenlijk wel verder gaan, meer doen, bijvoorbeeld het nachtleven sluiten. Maar zoals het nu is, bijvoorbeeld die coronapas, mondmasker of sneltest, dat kan helpen op die manier? Dat zal absoluut helpen. Hè. Dus als je inderdaad voor je binnengaat een sneltest aflevert en dat die blijkt negatief te zijn, dan heb je inderdaad geen virus in de neus. Ga je het virus ook niet overdragen aan iemand anders. Het is natuurlijk een beetje lastig om daar ter plekke zo'n test af te nemen. Dat maakt het allemaal moeilijk. Maar de situatie is gewoon dat, dat er veel te veel mensen op intensief liggen, dat we nog meer mensen op intensief gaan krijgen, dat de zorg in het algemeen niet meer kan doen wat ze moet doen. Dus we moeten maatregelen treffen. Het is lastig voor iedereen, maar ja, het virus, we zitten daar mee en we moeten er proberen iets tegen te doen. Ja, gaan we het zo meteen nog over hebben op de langere termijn. Wat vindt u over de discussie? We hebben het er deze week aan tafel al vaker over gehad, maar de mondmaskers voor kinderen vanaf 10 jaar, in elk geval al buiten, we moeten zien wat de scholen nog beslissen, maar dat valt heel veel mensen zwaar en de meningen tussen virologen zijn ook verdeeld. Luc Bonneu zei hier deze week dat trekt op niks, die maatregel. Wel, het is moeilijk hè, voor kinderen. Dat is absoluut lastig. Dat is ook niet fijn om dat te moeten implementeren. Maar kinderen die produceren ook het virus. En ze worden wel heel weinig ziek, maar ze dragen het virus wel over. Ze dragen het virus over op de ouders, op nonkels en tantes, op grootouders. En natuurlijk, als je dat kan beletten door een mondmasker te dragen, het is niet fijn, maar het is toch wel een soort van barrière die kan helpen om opnieuw die piek waar we op zitten, om die terug naar beneden te krijgen. Ieder
ieder beetje helpt. Hè. Ja, het is echt nodig, zegt u. Nochtans, u zei dit voorjaar, stilaan zullen we terugkeren naar het normale leven. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op dit moment zeggen ja, dat gebeurt wel met ferme horten en stoten. Dit is geen normaal leven. Dit is geen normaal leven. Hè. Dus we moeten nu, denk ik, een relatief moeilijke winter nog door. Maar hopelijk, hè, dus als we nu die maatregelen nogal goed volgen, zitten we toch voor de kerstvakantie terug in een redelijk dal. Mm-hmm. Kijk, die Delta-variant verrast ons, blijft ons eigenlijk wel verrassen. En de vaccins ontwikkeld tegen de oorspronkelijke Chinese stam zijn iets minder werkzaam tegen de Delta-variant. En zoals ik straks misschien nog uitleg, heb je natuurlijk de afkalving ook van de immuniteit. Mm-hmm. Na die twee dosissen, na een bepaalde tijd, na 5-6 maanden, dat hadden we eigenlijk niet helemaal zien aankomen. Nee. En dus vandaar natuurlijk dat we nu met een situatie zitten waarbij het virus nog meer en meer begint te circuleren. Ja. Maar weliswaar toch de mortaliteit, dus niet echt de infectiecijfers volgt. Als je kijkt naar landen zoals Roemenië, Bulgarije, waar heel weinig is gevaccineerd, dan zie je eigenlijk dat de stijgende cijfers, dat ook echt de mortaliteit volgt. En dat is bij ons veel minder het geval door die vaccins die toch wel werken. Oké. Ja. We praten zo meteen door. Maar ik hoor dat we intussen kunnen naar Pieter-Jan de Smet gaan. Die heeft het overlegcomité gevolgd. Pieter-Jan, met wie heb je daar kunnen spreken? Want wat we horen, dat is toch wel belangrijk nieuws op dit moment. Er komt sowieso dan een derde prik, die zogenoemde booster, voor iedereen die dat wil. Ja, dat plan wil men helemaal gaan uitrollen. Minister van overtuigd hier bij het overlegcomité dat een heel gunstig effect kan hebben om die coronacrisis in te dijken. Maar van op het terrein horen we toch wel heel veel frustratie, Kathleen. Zeker vanuit het zorgpersoneel ook in Vlaanderen. Dat er eigenlijk miljoenen vaccins klaar liggen om gezet te worden. En dat het personeel dat echt uitgeput is in heel wat woonzorgcentra en op andere plaatsen, dat ze zo snel mogelijk die derde prik willen en dat ze die al lang hadden willen krijgen, omdat er miljoenen vaccins beschikbaar zijn. We hebben het daarover gehad met de Vlaams vice-minister-president Hilleke Vits en met Vlaams minister-president Jan Bon. We gaan eens kijken. Wel, de vaccins moeten zo snel mogelijk gebruikt worden. Er is heel stevig beslist vandaag om dat voor iedereen mogelijk te maken. En daar is het zorgpersoneel evident als eerste aan de beurt. Dus ik hoop dat het heel snel kan gaan. Maar waarom is dat in de afgelopen weken niet gebeurd? Want we zien heel snel een effect van die boosterprik. Er zijn miljoenen vaccins. Hoe kan dat? Wel, de organisatie gebeurt natuurlijk op het terrein. En ik zie daar wel dat de vaccinatiecentra volop derde prikken aan het zetten zijn. Dat gaat nu wel een heel hoog tempo. Dus ik denk dat het de mensen die geen derde prik of de kans niet zullen gekregen hebben, dat er heel weinig zullen zijn binnenkort. Ja, want in de ziekenhuizen of in de woonzorgcentra zeggen ze ja, bezorg ons gewoon die vaccins, dan kunnen we dat in orde brengen. Maar dat gebeurt dan kennelijk niet. Wel, er is een regeling die uitgewerkt is over hoe die prikken gezet worden. En ik denk dat het goed is dat de ministers van Welzijn daar ook strikte regels in opleggen en volgen. Ja, de mensen in zorg zitten daarop te wachten. Ik heb nu begrepen dat de federale wetgeving bijna klaar zou zijn. En dan kan dat gebeuren. Het kan vandaag toch ook al. Waarom gebeurt het niet meer? Wel, ik ben nu heel blij dat we vandaag beslist hebben dat we vooral gemeend voor iedereen die derde prik gaan brengen. We zijn al bezig met die derde prik voor de 65-plussers. Mensen met een onderliggende aandoening. En vandaag hebben we gezegd, we gaan nu versneld en heel de bevolking daarmee prikken. Maar herkent u dat het voor het Vlaams zorgpersoneel sneller had gekund? Ja, maar goed, maar dat moet gaan de minister van Volksgezondheid vragen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Van het moment dat we mogen prikken, doen we dat en alles staat klaar. Daarvoor. Maar er mag geprikt worden, hè, in de Vlaamse zorginstellingen? Een derde prik? Ja, maar het gaat voor, denk ik, bij het zorgpersoneel. De prikken zijn ook bezig op dit moment. Ze zijn bezig voor mensen die de meest kwetsbaren. Ik denk dat dat daar het belangrijkste voor is. En dan van de andere kant, bij het zorgpersoneel zijn een aantal mensen nog niet geprikt. En daar is federale wetgeving voor nodig. Maar die zou nu bijna klaar zijn. Ja, Pieter-Jan. Intussen is er ook heel veel te doen over de mondmaskers. Die moeten we vaker gaan dragen. En ook jonge kinderen moeten dat meer.
Ja, dat klopt. Die mondmaskers, dat ligt toch wel heel gevoelig. Daar is in de afgelopen weken heel wat over gediscussieerd. Weet ook nog dat bij een vorig overlegcomité Jan Boon namens de Vlaamse regering akkoord is gegaan met de invoering van het COVID-safe-ticket voor de horeca. Op voorwaarde dat er geen mondmasker moest gedragen worden bij een verplaatsing in de horeca. Dat was toen een heel groot punt. Daar was heel veel over te doen. Dat was heel belangrijk ook voor Jan Bon. En vandaag komt dat er nu toch. En het komt zelfs ook in dancings of discotheken waar mensen dat ook zullen moeten dragen bij het dansen en zo meer. En het geeft toch minstens het gevoel dat het beleid wat in alle richtingen gaat ook naar de mensen toe moet dit soms toch heel verwarrend zijn. We kijken ook nog eens naar Jan Bon enkele weken geleden, eind oktober en vandaag. Ja, voilà. Dus het is zo'n cacophonie. Hè. Dus je komt binnen, mondmasker. Je zit nu aan tafel met dingen, eten, drinken zonder mondmasker. Je gaat naar het toilet om al terug met mondmasker. Allee, dat is tamelijk... Ingewikkeld, zal ik maar zo zeggen. Vorige keer was er heel wat heisa over de CNST in de horeca. U zei, we zijn daarmee akkoord gegaan omdat er dan geen mondmasker moet in de horeca. Maar nu komt dat er toch, dat is wel opvallend. Ja, er zijn nu maatregelen genomen die we een maand geleden niet genomen hadden. De cijfers liggen ook anders vandaag als een maand geleden. Dat evolueert. Ik hoop nu uit de grond van mijn hart met deze maatregelen dat we de curves terug kunnen afvlakken. Het geeft wel het idee dat het beleid alle kanten opgaat, hè? Nee, het geeft het idee dat wij vandaag met een heel besmettelijke variant zitten van het COVID, waar de vaccinaties hier tegen wel bescherming bieden, maar niet die we gehoopt hadden. Dat was een paar weken geleden toch ook al? Toch niet in die mate, en dus dat hadden we zo niet kunnen voorzien. En dus worden er bijkomende maatregelen genomen. Dat is denk ik de gang van zaken in crisisbestrijding. Ja, dat was Jan Bon. We hebben het ook nog met Hilde Krevits, de Vlaamse vice-minister-president, over een aantal andere onderwerpen gehad. Onder meer de ventilatie in de scholen. Want het is nu toch de bedoeling dat de regio's gaan uitwerken hoe er in scholen zo snel mogelijk CO-meters kunnen komen om aan te geven of de lucht vervuild is en of er moet geventileerd worden. Maar een echt doorgedreven ventilatieplan bijvoorbeeld voor de scholen, dat is er nog. Niet. We hebben dat en ook nog een aantal andere onderwerpen tot slot ook nog voorgelegd aan Hilde Krevits. Waarom doen jullie niet meer om de lucht voor de juffen, de meesters en de kinderen zuiver en gezond te maken? Maar ik vind het echt van heel belangrijk dat ook in onze scholen er absoluut in ventilatie geïnvesteerd wordt. Je ziet dat ook in alle nieuwe schoolgebouwen. Nu is er ook een engagement genomen en ik vind dat echt ook heel belangrijk om te zorgen dat die meters er ook komen op die plaatsen waar er veel mensen samen zijn. Maar waarom geen ventilatie? Wel, natuurlijk, je kan ventilatie op diverse wijzen doen. Nee, als je overal ventilatie wil plaatsen, is dat vaak een grondige verbouwing die je ook doet. Maar je kan luchtzuiveraars? Of je kan de ramen openzetten op bepaalde momenten. Dat is nu natuurlijk iets minder aangewezen in de winter, maar dat zorgt ook voor verluchting. Dat is koud, maar luchtzuiveraars bijvoorbeeld, daar wordt niet aan gedacht om dat nu in klaslokalen te gaan zetten. Maar eigenlijk is het vrij om te kijken hoe kan je ervoor zorgen. Maar ik vind het van belang ook om te melden dat als een meter aantoont dat er overbelasting is, dat je als je de deuren openzet bijvoorbeeld, dat je al kunt zorgen voor verluchting. Dus het hoeft niet duur te zijn om het opgelost te krijgen. Een ander punt is het thuiswerk. Daar komt nu toch een strengere regel. Maar de bedrijven zeggen eigenlijk, laat ons toch vrij. Dan kunnen we ook nieuwe medewerkers, mensen met psychische problemen, bepalen dat ze bijvoorbeeld toch kunnen komen werken. Omdat dat helpt om zich beter te voelen of om mensen te leren kennen. Waarom vertrouwt u de werkgevers daar niet in en geeft u hen niet de vrijheid? De cijfers laten geen totale vrijheid toe. Het is heel simpel. Ik heb enorm veel appreciatie voor de oproep van de werkgevers en de vakbonden vorige week nog om massaal te gaan telewerken. Maar we kunnen het niet vrijblijvend houden. We moeten nu een paar weken heel fors gaan. Dat betekent 4 dagen telewerk voor wie het kan en daarna 3 dagen voor wie het kan. Maar het is ook een beslissing die ik niet met het hart neem. Maar het moet, omdat de cijfers gewoon niet toelaten dat we het niet doen.
Hoe gaan jullie dat controleren? Wordt er politie naar de werkvloer gestuurd? En wat als men het niet opvolgt? Gaat men dan zaken sluiten ook? Wel, werkgevers hebben natuurlijk al ervaring met verplicht telewerk. Dus is afgesproken dat de tool om te registreren eenvoudig zal zijn. Dat je dus kunt opgeven wie wel en niet kan telewerken. Dus dat moet eenvoudig blijven, niet te veel papier. Maar wie natuurlijk nu zich totaal niet aan de regels houdt, daar is de ultieme sanctie sluiting. Tegelijkertijd zagen we dat meneer Jan Bon de afgelopen dagen in Catalonië zat. Mevrouw Verlinde zit in Amerika. En de bevolking moet dan maximaal thuis blijven. Moet de politiek toch ook niet een ander signaal gaan geven en ook terug meer strenger voor zichzelf gaan handelen? Natuurlijk, als meneer Jan Bon naar Catalonië gaat, is het niet als snoepprijsje. Dus voor het werk is ook om Vlaanderen op de kaart te zetten in de wereld. Hetzelfde geldt trouwens voor collega Annelies Verlinden. Dat zijn werkgerelateerde verplaatsingen. De economie ligt niet stil. Maar ik vind dat is voor veel bedrijven en mensen zo die willen gaan werken. Ja, maar met CSD en mondmasker kan er ook veel. Waar ik wel wil toe oproepen is 1. Laat je alsjeblieft vaccineren als het nog niet gebeurd is. En 2. Hou afstand, draag het mondmasker en vermijd grote plaatsen waar heel veel mensen samen zijn. Tot slot nog even de horeca. Daar komt nu ook een mondmaskerplicht bij verplaatsing. Vorige keer waren jullie er trots op dat dat er niet kwam. Nu komt dat er wel. In discotheken gaat men tijdens het dansen nu ook een masker moeten dragen. Eerst moest dat niet. Het gaat toch ook alle kanten op? Begrijpt u dat mensen zeggen, ja, we begrijpen de regels niet meer? Wat is dit allemaal? Ja, ik vind het ongelooflijk spijtig. En ik ben er ook echt triest voor dat na de enorme successen die er geweest zijn met de vaccinatiecampagne, dat je ziet dat er toch opnieuw veel besmettingen zijn. Dat mensen ziek in de ziekenhuizen liggen. Het doet zich overal voor trouwens in de wereld, ook in Europa. Dus we moeten ingrijpen. En dan heeft het geen zin om nog weken te wachten. We moeten dat nu doen. Het is echt niet, ook voor mijn plezier, dat die beslissingen genomen worden. Maar het kan niet anders. Ja, en vindt u niet dat er een paar weken terug dan te fel versoepeld is? Want dit lijkt een jojo-beleid van de ene kant naar de andere. Wel, heel veel mensen hebben gezegd, kijk, als iedereen gevaccineerd is, dan volgt ook een stukje vrijheid. We hebben die vrijheid ook willen geven. Maar natuurlijk, als je ziet dat er opnieuw zoveel opnames zijn in de ziekenhuizen, dat mensen echt ook wel zwaar besmet worden, elke dag, duizenden, dan moet je eventjes op de tanden bijten. Oké, interview van Pieter-Jan de Smet. En het verloop van deze pandemie en de aanpak ervan vraagt wel bijzonder veel wendbaarheid en veerkracht van ons allemaal. Het ging er net over. Het Rijk van de Vrijheid bleek verre van wat we ons hadden voorgesteld. De mondmaskers mochten maar heel even uit en het virus grijpt intussen opnieuw om zich heen. Zijn we er nog echt mee bezig en trekken we het nog of dreigt de gelatenheid? Dirk van Zundert. Mogen wij een paar vragen stellen over corona? Ja, liefst niet. Nee. Mevrouw? Mevrouw, oei. Het gaat over corona. Nee, mogen wij u een paar vragen stellen over... Nee, ik ben even bezig, sorry. Oké. Mevrouw, mogen wij u een paar vragen stellen over corona? Nee. Oké. Okay. In verband met? Corona. Gewoon hier, zweek er mij van. Is het waar? Ik heb er een buik van vol. Is het waar? Ja. En waarom? Allee, waarom met er... Waarom de reden eigenlijk? Ja, mensen die gevaccineerd zijn, uiteindelijk worden ze ziek, hè? En ze zijn gevaccineerd. Wat hebben ze uitgespoten dan? Weet het jij? Ik probeer het nog een beetje te volgen, maar het wordt eigenlijk een beetje een soep. Ja? Ik vind het wel. Het spreekt eigenlijk elkaar een beetje tegen. Dus langs de ene kant moet de mondmasker drogen en langs de andere kant mogen ze ten, ondanks het covid-safe, allemaal met duizenden man te sommen komen, ondanks dat ze goed en besmet kunnen zijn. En... Nee. Ik voel dat niet. Ik weet wel dat er corona is, maar ik voel het niet. Ik heb het vooral lastig op school, omdat het elke week onze regels verandert op school. De ene week is dat bijvoorbeeld met mondmasker op de stoel zitten en de andere week is dat zonder mondmasker. Dus het is elke week bijna terug opnieuw. Het is altijd hetzelfde. Dan mag het wel, dan mag het weer niet. Dan mag het wel, dan mag het weer niet. Ja. Dus u volgt het niet echt meer. U bent afgehaakt eigenlijk. Ja. Enorm. Veel mensen zijn al het coronagedoe beu. Voor een deel ligt dat aan de bokkensprongen in de maatregelen en in de communicatie van de overheid. Dat zegt professor Van Steenkisten via een online interview nog wel, want hij zit zelf in coronacarantaine. Een verwachtingspatroon creëren en je komt dan daarop terug. Ja, is het zo dat mensen misschien op een of andere manier zich bekocht voelen, ontgoocheld. En dat hakt natuurlijk in op hun basisbehoefte aan autonomie. Plots wordt hun leven weer gedicteerd, bepaald door inderdaad de omstandigheden, door beleidsmakers die moeten gaan schakelen.
En ik denk dat dat harder doorkomt, dat dat zuurder aanvoelt dan wanneer dat er een realistisch verwachtingspatroon werd gecreëerd. Dat ze doen dat ik als Nederland de boel terugsluiten. Die is de oplossing. Hè? Maar u bent gevaccineerd dan, als versta. Ik heb de full option gekregen. Bent u gevaccineerd? Gelukkig niet. Ik vertrouw het niet. U vertrouwt het niet? Nee. Ik weet het niet. Ik weet niet wat dat juist is. Ik mag die corona krijgen, dan zal ik waarschijnlijk goed ziek zijn. Of misschien zal ik het helemaal niet voelen. Maar voor mij is dat geen probleem. Ik ben gevaccineerd. Ja. Maar ik was er wel ook tegen. Maar ja, ik moet omdat ik ook nu in de zorg studeer. Ah ja. Dus moet het nu. Ja. En bent u ook? Ja, ik ben ook gevaccineerd. En ik vind het wel fijn dat wij nu ook wel wat meer vrijheid hebben dan de ongevaccineerden. Ik vind dat iedereen zou moeten doen. Ze hadden daar beter van in het begin verplicht. Verplicht. Ik vind dat wel. Maar u gaat zeker de derde prik nemen? Natuurlijk. Dat is niet alleen voor mijn eigen, maar dat is ook voor de familie en ook voor die andere mensen. Hè. Ik heb zoiets van Pfizer en ze veel te veel inspuitingen besteld. En volgens mij moeten die dit gewoon allemaal op en gewoon ze gewoon aan de hele bevolking nog eens inspuiten. Maar van wie hangt het af? De mannetjes die aan een dikke BMW rijden of een dikke Mercedes rijden, daar in Brussel waren. Die beslissen erover. Dus ja. Professor Nijts, wat denkt u als u dit hoort? Begrijpt u dat de mensen ontgoocheld zijn in politici en in experten? Het is moeilijk voor de mensen. Ze hadden inderdaad gehoopt dat ze nu de winter door konden en vrolijk feesten ook. Zoals de laatste weken trouwens gebeurde, wat dan ook heeft gemaakt dat er veel overdracht was. Dus verwachtingspatroon. En professor Van Steenkisten, denk ik, formuleert dat goed. Hè. En ik denk ook, heeft al gezegd, er zou een soort van coronabarometer moeten zijn die duidelijk aangeeft, het is momenteel groen, oranje of rood, dat de mensen beter aanvoelen hoe het zit. Want nu gaan we inderdaad met een soort van jojo-effect van 1 oktober mag alles en nu zitten we opnieuw in de miserie. Maar wat ik vooral onthoud, is ook dat de mensen zeggen, er werd ons gezegd, laat je vaccineren, je bent beschermd, we hebben die full option genomen en kijk, alles gaat gewoon verder, het virus verspreidt zich. U zei eerder al in het gesprek, we hadden dit niet op deze manier zien aankomen. Nee, je kan dat niet weten. Hè. Je kan wel, ieder vaccin is anders. Er zijn vaccins die maar 1 dosis vereisen. Ik verwijs naar bijvoorbeeld het vaccin van gele koorts. Als u op safari vertrekt en u neemt 1 dosis van dat, of krijgt 1 prikje met dat vaccin, bent u voor de rest van uw leven beschermd. Als u over 20 jaar op safari gaat, bent u nog altijd beschermd. Sommige vaccins, bijvoorbeeld mazelen, bof en rode hond, ze geven kindjes 2 dosissen, 2 prikjes. En dan zijn u voor de rest van het leven beschermd. Sommige vaccins, hepatitis B bijvoorbeeld, en tegen baarmoederhalskanker vereisen 3 dosissen. Mm-hmm. We hadden gehoopt eigenlijk na die tweede dosis, we zagen dat er goede bescherming was, dat dat zou blijven duren, dat die antistofniveaus... Die communicatie is ook gegeven, hè? Van neem die 2 prikken en dan zal je wel zien, dan komt dat rijk van de vrijheid. Klopt, maar ik en anderen hebben ook altijd gezegd van we weten niet hoe lang de immuniteit zal blijven bestaan. Dat moeten we dus voortschrijdend inzicht. We zullen aldoende naarmate dat de tijd vordert, zullen we zien of dat die immuniteit afneemt. Nu, het goede nieuws is dat degenen die zijn gevaccineerd, hebben een basisimmuniteit. Dus je kan nog wel geïnfecteerd worden, je kan nog wel ziek worden ook, maar overlijden bij de gevaccineerden is veel minder. En dan, als de derde prik er aankomt, dan die derde prik komt eigenlijk bovenop die eerste 2. Dus het is absoluut zinvol en nuttig geweest om je te laten vaccineren. Absoluut. Ook in het licht van die derde prik die eraan komt. Dat is echt een boost. En een boost betekent het nog eens extra een duw geven. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Ik wil u wel nog voorleggen. Er is ook positief nieuws in heel deze pandemie. Want u kwam heel recent met een belangrijke doorbraak in verband met een coronavaccin dat eigenlijk op termijn kan bestand zijn tegen alle mogelijke varianten die we al gehad hebben. Ja, dus met onze technologie zijn we beginnen zoeken. Dus in januari kwam dan de alpha-variant, daarna de beta, de gamma, de delta. We probeerden ons vaccin aan te passen. Eerst aan de alpha, dan aan de beta. En dachten we, kijk, we moeten zorgen dat we proberen een methode te ontwikkelen om dat meer universeel te maken. Een soort meer universeel vaccin dat tegen al die varianten actief zou moeten zijn. We hebben dat proberen te ontwikkelen, is ook gelukt. We testen dat in een hamstermodel. Dus hamsters, als je die in de neus inoculeert met het virus, die gaan in de longen veel virus ontwikkelen. En dan zien we eigenlijk, als we die diertjes vaccineren met die versie 2.0 van ons vaccin, dat je die kan infecteren met de alpha, de beta, de gamma of de delta. En die zijn
compleet beschermd daartegen. En dat toont eigenlijk aan, conceptueel, dat het mogelijk is om versie 2.0 van de vaccins te maken die dan breder werken. Ja. En dat ligt ook wel, we hebben daar wat evidentie voor, dat ligt ook wel tegen eventuele nieuwe varianten die ooit misschien nog wel zullen verschijnen. Met andere woorden, dus dat is zeer goed nieuws. Dat is een stap in de goede richting. Alleen een stap in de goede richting, want nu moet er nog veel gebeuren. Ja, want dus dat gaat over testen op dieren, dus er moet nu een volgende fase fase, wat je kan doen als een onderzoekslabo, is je kan dat vaccin, het volume van glas water, dat is ongeveer het volume dat wij dat kunnen produceren, maar om dat dan groot uit te rollen, moet je dat kunnen produceren in kweekvaten van 50 of 100 liter. En dat is een heel andere, dus bio-engineering, een heel andere techniek, dat moet je uitbesteden. En dus dat is nu de bedoeling om dat te doen. En dan kunnen de studies volgen bij mensen, maar daar zijn eigenlijk honderden miljoenen euro's voor nodig. En dat gaat nog een tijdje duren natuurlijk, maar... Er zijn ook nieuwe types vaccins nodig. Hè. Misschien met nieuwe types vaccins zoals het onze en anderen zal de immuniteit niet zo snel afnemen. Okay. Dus het virus zal ons nog wel een aantal jaren plagen en we moeten zorgen dat er alle soorten nieuwe technologieën zijn om ons te helpen. Oké, dus daar wordt intussen aan gewerkt. Laten we het ook nog hebben over die derde prik, hè, de booster. Want er komt dus voor iedereen die derde prik tegen maart of april. Het overlegcomité hoopt op die manier op termijn het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen. Vooral in Israël en ook in het Verenigd Koninkrijk, waar ze al veel verder staan in de vaccinatiecampagne, blijken de resultaten van zo'n derde prik heel gunstig. Stijn Valk. It seems to be working. I can't tell you much. I have no idea. It's just a minor annoyance in my day-to-day life, and as soon as it's out of the way, the better. Eerste prik, tweede prik, derde prik. Prikken bij jongeren, zeer binnenkort zelfs bij kinderen vanaf 5 jaar. Israël is Pfizer's proeftuin voor vaccinresultaten op grote schaal. En wat zagen ze? Dat er na enkele maanden wat sleet zat op het vaccin. We were the first country to experience a mass waning phenomenon that took place early on in July and August. En dus werd er niet getwijfeld. Een derde boosterprik. Met effect, zo valt af te leiden uit de besmettingscijfers. Israëls vierde golf piekte al op 9 oktober. There is good reason to believe that without this very early booster wave, Israel would have continued to see continuous incline. We might have reached capacity had we not performed this vaccination campaign on time. Op het moment dat Israël massaal mobiliseerde voor de derde prik, riep de WHO nog op om te stoppen met de boosterprogramma's. Er waren nog miljoenen mensen die nog niet eens een eerste kans hadden gekregen. Maar in landen waar er genoeg vaccins beschikbaar zijn, lijkt een derde dosis, en liefst snel, niet meer weg te denken. I don't think anybody has a crystal ball for this. I am encouraged that the boosters are really working. Israel's a bit ahead of us, so that's kind of a way we can look ahead to where we might get to in the US now that boosters are being offered to lots of people and maybe pretty soon everybody. So if we have those boosters, the question then is, are you going to need another booster in a year? Nobody knows. Even with this large-scale additional booster vaccination campaign we have been performing in recent months, I don't think we can say that we are safe from a fifth surge that could arise in the winter, either through those small but meaningful subgroups in the population that have not been vaccinated or did not receive their booster vaccines, but also potentially driven by new variants that could emerge and provide further challenges during this winter. Professor Nijts, wat ik u eerst wil voorleggen, voor we echt ingaan op de booster, we hoorden daar net ook Pieter Jan met minister Krevits. Is het zo dat we hier toch wel te lang gewacht hebben om dat programma voor die derde prik meer te activeren vanuit virologisch standpunt? Ik denk zeker voor de zorg. De mensen in de zorg, denk ik, hadden echt al eerder de derde prik moeten krijgen. Dat had een heel verschil gemaakt vandaag de dag. En toch is het eigenlijk
niet gebeurd. Het is te laat gebeurd. Ja, dus ja, dat is wel een heel belangrijke. Tegelijkertijd horen we in deze reportage en het verhaal uit Israël onder meer dat, u zei het daarnet al, onderweg wordt geleerd, ja, maar dat het ook een heel complex verhaal blijft, die derde prik. Wel, wat er uiteindelijk gebeurt, is dat je met die derde prik ga je de antistoffen in het bloed opkrikken. En hoe hoger dat die antistoffen zijn, hoe beter de bescherming. Wat je ook doet met de derde prik, is het geheugen van het immuunsysteem en een duwtje geven. Zorgen dat het, ja, dat het langer onthoudt wat het moet doen. En dat is immuniteit opbouwen tegen het virus als je besmet raakt. En dus ja, nu is opnieuw de vraag, als je dan een derde prik geeft en we kunnen dadelijk de cijfers bekijken, dan ga je inderdaad, en men ziet dat in Israël, een heel groot impact hebben. Ja. En dan is we zullen misschien inderdaad de grafiek erbij nemen, hè, die duidelijk aantoont op basis van een studie in het Verenigd Koninkrijk, hè, dat we kunnen die nu zien, dat de immuniteit sowieso sterk verbetert, maar eigenlijk nog meer dan... Ja, op basis, mag ik het zo uitdrukken, de twee prikken die er al geweest zijn? Of wat zien we hier in deze grafiek? Wel, wat je ziet, dus mensen die gevaccineerd zijn, die twee doses kregen van ofwel Pfizer ofwel AstraZeneca. En die zitten dan heel in het begin, na die twee prikken, zijn die beschermd met een percentage. Dus ik moet eventjes naar de grafiek kijken. Als ik die grafiek er nog eens bij, ja. Ja, dus in het blauw, dat zijn dan de beschermingscijfers tegen symptomatische infecties bij mensen die... De Pfizer twee doses gekregen en dan in het rood de mensen die AstraZeneca kregen. Dus in het begin zit je na die twee prikken rond, voor Pfizer rond 85% bescherming. En dat neemt dan af na 6 maanden, na een half jaar, tot ongeveer 65% bescherming. En als je dan die mensen een derde prik heeft van Pfizer, dan gaat dat stijgen naar opnieuw 90-95%. Mm-hmm. Met AstraZeneca hetzelfde, daar start je ongeveer met een 65% werkzaamheid. Daar zak je na 6 maanden tot ongeveer 45% werkzaamheid. En dan, interessant, als je die mensen ook een derde prik geeft met Pfizer, stijgt dat ook door naar 90-95% bescherming. Dus dat is eigenlijk wel het goede nieuws. En dus bescherming tegen symptomatische infecties. En ik denk dat dat inderdaad wel een hoopvol gegeven is. Dus als we inderdaad kunnen gaan vaccineren, als we de derde prik kunnen geven, dan zal dat echt wel een grote impact hebben. Ja, dus u zou het iedereen aanraden, want tegelijkertijd hoor je soms wel mensen in je omgeving zeggen, ja, als we zien dat het virus dan toch gewoon nog verder de ronde doet en we kunnen het zelfs gevaccineerd doorgeven, ik weet niet of ik die derde prik nog wel ga halen. Ja, maar zoals ik zei, de mensen die de twee prikken hebben gekregen, die hebben de basis gelegd, het fundament gelegd. En de derde prik is dan nodig. En bij anderen, zoals ik al zei, bij andere vaccins is dat soms ook zo. Hepatitis B, dus tegen leverinfectie en tegen baarmoederhalskanker, met twee doses, twee prikjes, kom je er niet. Daar heb je ook de derde prik nodig. En dat weet je dus alleen maar natuurlijk naarmate de tijd vordert. En dat wisten we natuurlijk ook niet in pakweg in het voorjaar van dit jaar. Mm-hmm. Dit moesten we hoopten erop dat het niet nodig was. Het blijkt nodig te zijn, maar dat is niet abnormaal. Nee, dat behoort bij het proces. Hoe lang kunnen we dat al, of kan u dat beter al inschatten? Hoe lang zal dit dan bescherming bieden als we die derde prik gaan halen? Dat weten we ook niet, maar we kunnen hopen dat het langdurig is. Net zoals, als ik verwijs naar hepatitis B en papilloma, opnieuw hetzelfde. Dus drie dosissen blijken daar voldoende te zijn. Bij hepatitis B krijgen sommige mensen nog wel een vierde dosis ook. Dus we kunnen hopen dat het geheugen van het immuunsysteem dermate wordt geactiveerd met de derde dosis, dat het echt wel lang... En wat is lang? Zal moeten blijken. Hè. Een jaar, 2 jaar. En dat zal ook afhangen van de leeftijd van de patiënt. Iemand die ouder is, hè, die 80 plus is, daar werkt het immuunsysteem ook niet altijd zo goed. Dus daar zal hij misschien rapper een vierde prik nodig hebben. Mm-hmm. Bij iemand die 25 jaar is en in supergezondheid verkeert, is een derde prik misschien voor heel lange tijd voldoende. Hangt natuurlijk ook af van of dat er nog varianten zullen ontstaan die ons komen plagen. En dan ja, heel veel verschillende aspecten eraan die we op dit ogenblik ook niet kunnen voorspellen. Maar het goede nieuws is nogmaals dat die derde prik echt wel een groot verschil maakt. En dan ja, hopelijk afwachten dat die immuniteit lang blijft bestaan. Oké, en dus... U raadt toch zeker aan om dat te doen. Absoluut. Absoluut. Ja. Dat is heel duidelijk. Professor Nijts, dank u wel voor dit gesprek. En daarmee hebt u heel ter zake gehad, maar de afspraak is er zo meteen natuurlijk. Fijne avond nog en tot morgen met Annelies.
Thank you.